Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven. Marius E. Zwolles, Bruidsmode en Couture, Listex Recycling, Tillywood Social Magazine, Tilburg.com. Vlee keer zagen wij het huwelijksaanzoek van Tony. Alles kwam in een stroomversnelling. Ik vind het wel schoon, maar het is bedekt. Maar het is niet seks. Het is ook gewoon wel schoon. Ik wil wel gewoon seks. Oh. En Tony kreeg het kostenplatje gepresenteerd. Ongeveer 25.000. Maar dat is een vriendenprijsje. Dat valt eigenlijk wel mee. Ja, geen probleem. Ja. 25.000 euro. En daar zijn er nog op geld, of niet, Tony? 25.000 euro. Met een flaptrol die Rudy. Homo. Ja, Tony, net dat toch helemaal niet, man. 25.000 euro. Max, denk. Ik krijg verdomme nog 20 euro van hoe. Lekker. Koekert. Zie er maar eens voor uit kijken. Ik heb het wel voor elkaar, hè? Ja, een mens zeker weer. Oh ja, jongen, moeten weer geld lenen. Moeders. Ja. Het is altijd hetzelfde, man. Ik had niet anders verwacht. Hoe is het nou, moeder? Ze kent het wel van elkaar, hè? Ja, die ken ik van jou. Ja. Ze moet wel even bellen. Ja, nou, moet ik dat boekje weer pakken? Ja, geef het maar. Ja, kan maar. Wacht, ik geef een ander even. Ja. Hé, hey, Johnny. Even kijken. Dan gaan we aan elkaar liggen, of niet? Hé, hey, ik ga mijn portemonnee niet trekken, hè? Ze mogen denken waar ze willen. Maar Tony Kruik heeft die 25 ruggen zo bij elkaar, hè? Ik ga dat vaakje wassen, jongen. Ze maken mennen zeg niet lauw. Ik heb nog wel handen liggen. Dat gaat goed komen, jongen. Doet die ekkers. Tony Kruik. Hup, hop, 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 hop. Ja, staat er van te kijken, hè? Gelukkig wil zijn familie hem wel wat geld lenen. Na heel wat telefoontjes en geregel hebben ze samen 2000 euro bij elkaar geleden. Des op zich netjes. Maar het komt nog lang niet in de buurt van het streefbedrag van 25.000 euro. Hoe gaan ze dat dan gaan leggen? Hé, ik zat te denken toen straks. Ja? Misschien kunnen we spulletjes inzamelen voor de rommelmarkt, voor Tony's, om geld in te zamelen. Ja. Ik heb nog wel wat spulletjes. En kan ook armbandjes rijden, is dat niks? Nee, ik weet niet. Ja. Ja. Hé, ik heb misschien wel een idee. Waar dan? Ja, nou, als we nou een beetje van die dingen gaan verkopen op de markt. Hè? Ja, dan kunnen we daarmee geld inzamelen. En Rowena heeft nog wel wat dingen om te verkopen. En zei ook, ik kan van die armbandjes krijgen. En dan, En ik kan nog wel een beetje gokken op de kermis nou voor jou. Hé, dat is fijn. Dat is goed bedacht, Corrie. Nou. Ja. Dat gaan wij doen, ja. Ja, ja, dat heb ik soms. Corrie kan dat zo goed vertellen. Ja, dat hoor ik vaker, ja. Ik ga samen met Jeff gewoon op de markt staan. En dat is kei gezellig. En dan gaan we spulletjes verkopen. En ja, zo helpen wij Tony. Toch? Als je geld nodig hebt, bel je Mitchell. Hello? I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6-4 father. I wish I was like 6'9" so I could get with Leoshi, cause she don't know me, but yo, she's really fine. You know, I see her all the time, everywhere I go, and even in my dreams, I can scheme a way to make her mine. Cause I know she's living fat, her boyfriend's tall, and he plays ball, so how am I gonna compete with that? Cause when it comes to playing basketball, I'm always last to be picked, and in some cases, never picked it off. So I just lean up on the wall. Hello, Adam. Yo, papi, lang niet gezien, jongens. Wees het. Wees het. Ja, het is echt nice.
Christine, kom hier. Kom hier. Doe eens rustig, man. Idiot. Mogol. Als je ping-ping nodig hebt, doekoe, flappen. Ik tap die flappen. Flap, flap, flap. Ja, hè. Achterom, BV. Wat wij doen. Dat doen wij eigenlijk niet. Beetje sjouwen, beunen. Spullen verplaatsen. Verschillende spant- en handdiensten. Ja, het is een heel compleet bedrijf. Wij zijn heel benieuwd geworden naar die spant- en handdiensten. De mannenmarkt dreigen klaar om geld te gaan verdienen. Maar ja, die toeristen op de kermis schijnen het gouden tijden te zijn voor Tony en zijn handeltjes. Het is dus na of nooit voor de mannen. Er moet gehosseld worden, Wesley. The herb slow down. Police and road war, them in a showdown. Them a search round the compound. You know a man and a weed clown. Find a little vessel and a plant me home ground. So tell you the enough it's a pill. Too much. Come around the I quit with me a look. For me get it by the phone, yeah. Zit ik er thuis op een bank weg te muffen, springt dan in een auto en komt deze kant in en hebt een dag van uw leven. Op een Tilburgse kermis is het altijd feest. Kijk hier de frap test ik, lekker frap, lekker test ik. En kijk hier hoe snel het gaat. 1, 2, 3, boom, bats, lekker luchtdicht. Lekker fris, schoon, goeie in handel. Hey, hier Fransje weer, heb je broodje gemaakt van 1,5 meter. Gebruik gewoon de frap test ik, it's amazing. En met de frap test ik geen gekut. Dit ding staat steady als een rock en komt geen beweging in. Dit is gewoon een keigoed product. Moeten wij voor onze Tony ook nog gaan doen? Ja, dat hebben jullie net ook al laten zien. Ja, ik geef niks om kwart voor betaald. Weer dan. Dat zou ik niet doen. Ja, kom ik hier gewoon lekker leuk. Een beetje foto's omheen. Kijk hier hoe snel het gaat. Nou dan. Slechts 35 euro. Dat is geen geld voor een beetje rechte folie. Oké, nou toch. Dus toch. Maar minder ga je dat nou? Ja. Vind ik haar nou echt mooi? Echt, kom op. Denk je nou echt dat ik daarin ga lopen? Deze is een sweetheart. Maar, denk je dat ik daarin ga lopen of niet? Vind jij die niet mooi dan? Ik ga Rudy. Oh my god. Ziet er echt niet uit. Nee, dat kan echt het niet. Het ziet eruit alsof het van papier maché is. Zo of niet. Ga je het echt geen smaak, hè? Ja, maar dan moet je aanzien hebben, Patrice. Ben ik wel jouw dochter? Nou, je ziet in ieder geval waar jouw smaak niet vandaan komt. Ja, inderdaad. Hey. Ja, dit kan echt niet. Kan echt niet, hoor. Nee, joh. Ja, god, ja. Hey, volgens mij gaat er helemaal niks worden. Nee. We gaan naar de juwelier. Kom. Kom. Oké, okay, ja. Ja, we komen dan een keertje terug. Dat is prima. Ja. Als moeder, die had geen smaak. Nee, dat is echt zo'n ouderwetse min die probeert mij van alles aan te smeren. Dat is helemaal niks. Ik ga zo even Rozel bellen. Die weet wel wat ik aan wil. Moeders en dochter zitten niet helemaal op één lijn als het over mode gaat. Patricia weet precies wie haar beter kan helpen. Maar eerst ringen uitzoeken. Hey. Waar ben je? Wie? Ben ik aan niet iets vergeten? Ja, ik zit hier al een kwartier te wachten bij de juwelier. Ja, is goed. Tot zo. Hallo. Daar heb ik zo'n hekel aan, hè, aan wachten. Dan moet je echt niet nog een keer flikken, hè. Klojo. Had jij mij over een uur weer op? Ja, is goed. Later, grappie. Wat de fuck, schat? Ja, ik... Waar ben ik mee bezig? Ik sta hier al kei lang te wachten. Sorry. Oké, nou kus. Nou, kom, ga ik altijd met dat gedonder van u. Hey. Goedemiddag. Oh,
En dat vind ik ook al handig. Ja. Ik ga even bellen. Nou, die zou ik dus echt voor geen goud dragen. Onderwijl de tartelduifjes een ring aan het uitzoeken zijn, gaan papi en Mitchell gewoon verder met de zaken, want ze zijn er nog lang niet. One thing about music, when it hit, you feel no pain. White folks that controls your brain. I know better than that. That's game, and we ready for that. Two soldiers headed the pack. Matter of fact, who got the gat? And where my army at? Rather attack and not react. Back to beats, it don't reflect on how many records get sold on sex, drugs and rock and roll. Whether your project for on... Die Nijskrant, die wat is daarvan? Dat weet ik niet. Dat is volgens mij van hierachter. Zijn ze bezig? Of is dat van het oude faxgebouw? Dat denk ik. Zijn ze het oude faxgebouw lekker hoor. Ik kijk daar, sure. Godverdomme. Hey, kijk dan. Ben je een nieuwe sneakers aan het uitproberen, jongen? Nee, G. Echt, we waren achter met de kooien aan het hosselen, weet toch? Met de hele shit is van je. We waren aan het hosselen. Goed, jongen. Ja. Ja, hoef niet meer te herhalen, nee. Want aan jouw gezichtje te zien zal het niet interessant zijn. Hé, hey, maar rende hij nou harder dan jij? Ja, dat kan niet. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Normaal lopen die. Rennen hard. Jullie rent hard. Ja. Jullie kunnen goed dansen, dus. Dus dansen. Dans, hé. Kijk dan, we redden het al. Ritme. Hé, hey, ik heb het wel gezien. Op mijn deur, jongens, night him. Hey, we zijn hier bezig. We zijn bezig met de kleuren. Chop, chop. Dit is fucked up. Ik zo. Nou, ja. Ik hem zie, ik vind die kleur heel mooi voor het kazijn. Ja, voor het kazijn, ja. En een deze. Die is ook mooi. Beetje... Meneer, mag ik deze even passen? Tuurlijk. 1950. Ja. Ik heb het gezien. Oei, dat valt tegen. Maar ja, niemand tegen zei dat trouw een goede koop zal zijn, hè? Dus dat wordt nog eens flink hosselen, Tony. Eens later komt Patricia weer aan bij de bruidswinkel. Deze keer staat Rosella, de beste vriendin, en eigenaresse van de sekslijn waarvoor Patrice werkt, op haar te wachten. Laat eens hopen dat het met haar wel lukt. Rosella heeft mij gemaakt wie ik ben. Ik was eerst altijd een grijs muske, maar ja, zij heeft me echt geleerd hoe ik een echte vrouw moet zijn. En nou ben ik dit. Ja, zonder haar hadden Tony en ik elkaar echt niet leren kennen. Dus altijd als ik advies nodig heb, dan ga ik naar een schozel. Dat is echt een gauwijf. Jullie moeder had gerust meegemogen, hoor, met jurken pasen. Maar daarmee zei, kan er niks van, je hebt geen smaak. Heb die jurk zien die ze zelf van, hé? Dan moet, als ik toch bral of dat, dan moet het toch knallen. Ik heb eigenlijk de meisje een beetje opgevoed. Dat was zo'n braaf ding. Dat wilde niet weten. Het is door men dat Tony en ons Patrice die gewoon trouwen. Hè. Ons Patrice werkte bij men en onze Tony was hun eerste klant. Nou, dan weet het wel. Dat klikte meteen. Dat heb ik gevoeld. Dat voelde iedereen. Dat zie iedereen. Dat is gewoon, hoe noemen ze dat? Chemicaliën of zoiets, als ze verliefd zijn op elkaar. Ja, yeah. Zouwelen kan ze wel. Maar eens kijken of Patricia en Rosella wel samen accaderen in de bruidswinkel. Ik hem gewoon pakken. Oh, dan kun je godverdomme, je kunt een neus van kopen. Ik vind dit leuk, maar ik moet er wel aanzien. Ja, maar ik vind het bandje saai. Vind ik echt wel leuk. Ja, dat is schoon. Ja, ik vind het wel schoon, maar ik moet het wel aanzien. Kijken of het allemaal goed een beetje uitkomt. Ja. Ik zou wel willen. Zo'n raad een neus, kun je neus van kopen. Kun je voor een neus van kop. Maar dan kijken we niet naar. Nee. Waar gaan wij zitten, mevrouw? Je mag daar graag gaan zitten. Dus een kopje koffie, een kopje thee. Ik vind deze een beetje sap. Doe de rode passen. Ja, dat wil ik zien.
Een beetje meer lawaai. Ja. Oh, laat je dat knettert in je mond. Mm-hmm. Ja. Hebben we alles erop? Dan hebben ze nog wel meer, hè? Wat? Nee. Ze vertrouwt op jou wel. Ja, maar dat komt wel goed. Ze zal goed adviseren, hè? Daarom ben ik hier. Oh, Fries. Dat is echt. Ja, hier. Ik vind het een goede. Ja. De hou in ons achterhoofd. Ja. En laten we die kleine merk, laten we die sleep dragen. Ja. Fries. Ja, deze ja. Maar ik vind het toch zut dat er geen echte veren zijn. Nee. Ik denk niet dat je dat nog van elkaar krijgt. Dat gaat volgens mij helemaal goed komen. De rest van de familie is ondertussen thuisgekomen en ze bekijken de winst. Al het harde werk heeft uiteindelijk €287,10 opgeleverd. Tijd voor Tony te bellen. Hey, hoe is het met jou? Hoe is het met jou gegaan? We zijn op weg naar de kermis, we hebben heel veel geld opgehaald. Zien we jullie bij de barcode. Oké, houdoe. Aan de kant. De volgende keer weer kijken, hè? De familie Kruik. Segment 3.
We're flying high, we're flying right up to the sky. We fly so high, we're flying right up to the sky. We fly so high. We're flying high. We fly so high, we fly so